Mijn naam is Sam Verwaaien, ik ben de eigenaar van Mr. Green. Mr. Green is een full-service office concept waarbij we eigenlijk bedrijven en de kleine zelfstandigen voorzien van een volledig geoutilleerde werk- en leefomgeving. Een plek waar je gewoon graag wil leven en niet alleen wil werken. Nou, deze locatie heb ik 7 jaar geleden zelf gebouwd samen met mijn broer als eventlocatie. En vorig jaar zijn we dus ook begonnen met het verbouwen van de traditionele eventlocatie naar Mr. Green Boutique zoals het vandaag is. De boutique gym is een van de assets in het pakket van Mr. Green. En het meest belangrijke is dat het een volwaardige asset moet zijn die laagdrempelig en toegankelijk is voor al zijn members. Dus het is eigenlijk een cadeautje voor iedereen die lid wordt. Dus voor iemand die geen motivatie heeft om te sporten, maar dit wel als een cadeau krijgt iedere maand, wordt de stap om het wel te gaan doen heel erg makkelijk. Je moet het gewoon zo toegankelijk maken dat het bijna raar wordt om het niet te gaan gebruiken. Nou, e-gym was voor mij een echte oplossing. Het volgen van de progressie en het mensen inzicht geven in wat ben ik nu aan het doen en wat is de vooruitgang of wat is als ik 2 weken niet geweest ben de achteruitgang. Dat was voor mij de trigger. Toen ik mijn visie ging ontwikkelen op gezondheidszorg, toen kwam ik erachter dat we in Nederland ziekenzorg hebben en geen gezondheidszorg. We zijn heel druk bezig met al ons budget uit te geven aan zieke mensen beter maken. 4% gaat van ons budget uit naar preventie. En dat is eigenlijk gezonde mensen gezond houden, dat is veel interessanter. Want als je gezonde mensen gezond houdt, minder ziekteverzuim hebt, dat is makkelijk meetbaar, maar een hogere productiviteit, gelukkigere medewerkers, dat heeft een veel groter effect. En dat is waarom we hebben gekozen voor een integrale aanpak van vitaliteit. En je hoeft voor mij helemaal niks, alleen dit is wel het inzicht dat we jou kunnen geven. Dus als wij dit op 10 locaties gaan doen, dan zoeken we natuurlijk naar een infrastructuur die, ook als we uit gaan breiden naar het buitenland, dat het mee kan. En dat we willen gebruik maken van proven technology. En dat zien we in Matrix.